Nieuw in het team, Roy Bezelzer. Roy Listing maakt carrière switch. Nou, je ziet op de dash, traction control. Goedemorgen. Hoeveel is pas de boom? 2, 3? Privado, privado, privado. Privévervoer met een RS6 erachteraan. Gaan we ook naar het circuit. Lekker man. En hoe heet het circuit? Geen idee. Staat op je kaartje, lul. Misano event. Twee busjes zijn we bij het circuit. Grazie. Arrivederci. See you later. See you later, alligator. Okay. Vandaag is de grote dag van de Horst Motorsport Lamborghini. Hebben we er een beetje zin in? Zeker. Nou, wat een enthousiasme. We zijn op het circuit beland in Misano. Ja, ik heb zin in de hond. Ja! Yes! Yes! Beter. Ja, dankjewel. Nu is het beter voor de vlog. We hebben een hele... We hebben een hele bak... Ja, ik gewoon twee keer deed ik mijn best gewoon. We zijn met een hele grote groep achter ons. Vandaag is de dag, de winactie die we gedaan hebben met Gerard. Om mee te gaan naar het circuit in Misano in Italië. Om te gaan racen in de GT3 Cup van Lamborghini. Het wordt waanzinnig. Vergeet niet te abonneren. En het wordt weer een hele toffe dag. Welkom op het circuit Misano. We zijn dus met de hele groep winnaars. Die komen nu aanlopen. Fucking vet. En moet je... Oh, kijk wat daar staat, gek. Kijk wat daar staat, maat. Wat de fuck staat hier allemaal? Kijk, safety cars. Is dat niet die STO van Gerard? Hè? Is dat niet die STO van Gerard? Nou, er zit geen kenteken op, dus denk het niet. Nee, ik bedoel die. Nee, maar er zit geen kenteken op, toch? Hoe zie je dat nu al dan? Nou, ik zie geen kenteken aan de voorkant. Dat is de zijkant van de auto. Jij ziet al dat er geen kenteken op zit. Nee, dat is... Oh, maar Wessel, we kunnen toch even kijken naar de Legends? 6 liter Diablo, gek. Vorige eeuw glorie dit, hier, eentje voor het circuit. Nou, we moeten de andere kant op, dat is wel heel gaaf. Oké, die kant, welke kant? Mogen we wel kijken of niet? Wel daarin, oké. Okay. Ja. Kijk, zitten hier dus allemaal tenten waar nu die, al die hurricanes worden opgebouwd. Voor de cup. En dan hier, van de Horst Motorsport. Okay. Daar heb je hem hoor. Zo, de knetter. Goedemorgen! Hey. Hoe is maat? Dankjewel. Hey. Voor mijn verjaardag. Kijk, hier rijdt Gerard in. Waanzinnig. Goedemorgen. Alles goed? Hoi, alles goed. Ja, lekker man. En er zit dus geen airco in. Het enige wat hij heeft is raampjes open. Het is vandaag bijna 30 graden. Dus hoi, goedemorgen. Hoi. Hey. Goedemorgen. Hoi. Alles goed, Bink? Hey, ja, terug lekker gedaan. Je kijkt dan, het is gewoon Capristo, hè, maat. Het is Capristo, we gaan helemaal open. Banden worden nu verwarmd. God, wat gaat hij het heet krijgen? De banden kunnen zelfs ook oplopen tot 100 graden. In die cabine wordt het meer dan 50 graden. Wordt helemaal ongemakkelijk, denk ik, zo'n ding. Maar hij is wel waanzinnig. En die Gerard, die had toch een leuk idee, hé Roy? Ja, is toch tof, hé? Focusdrink sticker erop. Gaat hij gewoon het circuit op vandaag. Kijk, hier ook zo. Wauw. In de tent hiernaast zijn ze ook allemaal aan het sleutelen. Zo'n race duurt 50 minuten, dus het wordt ene bak genieten straks. Nieuw in het team, Roy Bezelzer. Roy Listing maakt carrière switch. Godver, je scheurt er bijna uit, maar met die klauwen van je. Ik hoor dat de bieden erop gezet moeten worden. Weet je niet wat groter is, die biceps of die bril van je? Kijk, hierachter liggen de banden. En een uurtje voordat de race begint, leggen ze deze in de zon, warmen ze ze op. En dan gaan ze eronder, dus een uur opwarmen in de zon. Ik zal jullie even de planning laten zien. Staat hier zo op het kaartje. Wacht, dit is even beter zo, kijk. Het wordt een hele lange dag. Kijk, dit rubber dan. Helemaal een stront gereden, hé. Zelfs sluspuppies achter in de tent. Met Van der Horst erop. Die zijn, die zijn aan het ronddraaien. Kunnen we zo raspberry, lemon of pear kunnen we kiezen. Op de achtergrond hoor je al allemaal gescheur en gereest. De hele dag zijn er qualifyings bezig. Gerard dus, die doet volgens mij op 12:30, zag ik net op het kaartje. En dan in de avond, 12:20. En dan in de avond moet hij echt racen. Qualify is het gewoon zo voor welke plek die mag beginnen op de grid. Dus we gaan nu even een rondje lopen. Kijk, er komt een paarse Huracan STO aanrijden. Nieuwe, super dik. En als het goed is, als we geluk hebben, kunnen we ook nog even het circuit op. Ja, is ook heel dik. Dat is wel heel, heel vet dit. Ja, Roy dacht dat dit Gerard's auto was, maar het is precies hetzelfde gesprek. Gerard heeft ook zo'n auto. Nou, dit is niet normaal wat hier staat. Maar deze wordt ook allemaal gewoon volle bak gebruikt. Kijk, de mooiste kleur natuurlijk. Ferdimantis, groen. Deze is wel zonder, nee, met paramour effect. Gaaf, hè, wat een spaceships. Drukt hier ook. De fuel service. Nou, wie steekt er even een peukje op hier? Hele vrachtwagen vol, gek.
Welk octaangehalte zou dit zijn? Reken even uit, met de huidige benzineprijzen 200 liter, 50 liter, dus sowieso minimaal 100 octaan. Anders komt het sowieso niet binnen. Maar wat vraagt hij? Oh, English? What do we want? Goedemorgen. Goedemorgen. Do you want some empty? Oh, to have? Yeah. Oh, no. I go by plane, so I can take it. Okay, if you want to take it. What is the octane? 102. 102? Yeah. Okay, thank you. Alsjeblieft. Ik zie hier staan de Purus Track Experience en Senza SC V12. Als ze die naar buiten halen, dan krijg ik een beroerte van blijdschap. Dat ding is de waanzinnigste klinkende Lambo ooit gemaakt. Die van Gerard is dus een Huracan Super Trofeo voor de GT3. En dit heet gewoon een Huracan GT3. Ja. Dus Danny, ons maatje uit Nederland ook. Kijk hoe dit gestript is. Bijna helemaal van carbon, maar waar kijk je naar, maat? Kijk dan ook. Helemaal kaal, overal camera's erin en zo. De organisatie. Is dit dan het ontvangst voor de camera's of zo? Ja, camera's, data. Dit is voor de track limit, dus hiermee zit precies het midden van de auto. Ze kunnen zien of we te ver buiten de baan gaan, krijgen we automatisch als straf. Oh, werkt dat zo goed, ja? Helemaal geautomatiseerd? Want normaal, vroeger was dat, dan moet de marshal met de ogen gaan zeggen, oh, hij ging te ver naar buiten, discussies. Nou, geautomatiseerd, geen met de ogen vroeger? Ja. Dan kon je heel veel pech of heel veel geluk hebben. Precies. Maar ik hoorde jou nog net zeggen dat het 70 graden wordt. Ja. In de cabine. Zeker. 70 graden, maat, wordt het hierin. Maar ben je nog nooit flauw gevallen of beroerd of iets? Nee. Nee. Het is iets waar je aan bent. En heel eerlijk gezegd, als je aan het rijden bent, voel je het niet zo. Dus als je gewoon stilstaat, ga je kapot. Maar als je aan het rijden bent en je hebt hier een klein beetje rijwind, nou, dat is nu ook 35 graden. Dat dingetje? Ja, dat dingetje hier en dat dingetje hier. En dan die raampje open? Nee, ja, ik hou er niet van. Dan hoor ik te veel wind. Dat vind ik niet prettig. Dus die heb je ook nog dicht? Dus die heb ik wel dicht. Respect, man. Ja. Jezus. Lange mensen dit. Nee, zeker. Zo. Kevin, bro. Nou. Zo, maat. Dit is het lijfste kuipsoens waarvan je... Ja, lekker, hè? Het zit nog best lekker ook. Het zit serieus nog redelijk lekker, ja. Ja. Want waar gebruik je dit allemaal voor dan? Nou, we hebben hier traction control. Dat is eigenlijk tegen het spinnen van de achterbanden. Dus daarmee kunnen we het hoger of lager zetten om ervoor te zorgen dat het minder wordt. En hoe rij je met veel of zonder traction control? Voor je... In principe zo weinig mogelijk. Want hoe meer traction control je hebt, hoe meer dat de motor ingrijpt. Dus hoe minder power je dan hebt. Dus jij wil gewoon zelf helemaal de macht hebben. Ja. Dus nou, hier zie je op de dash, traction control, engine modus, throttle map, ABS. En dan eigenlijk ja, bandenspanning, bandentemperatuur, versnelling, kilometers per uur. Wat ik verlies of win op mijn rondetijd die hier staat. Dus dit is elke keer je vorige ronde en dat is je nieuwe ronde? Nou ja, dat is wat ik in de ronde aan het doen ben. Dus hier staat bijvoorbeeld min 1 tiende sneller of plus 1 tiende langzamer. Ja. Maar dat is vet man, zo'n uitleg, ja. Want ik heb dit nog nooit echt gesnapt zo. Dus ja, nou, net zoals in een straatauto knipperlicht, maar die gebruiken we nooit. ABS voor tegen het remmen, is net zoals dat je in een straatauto hebt. Gewoon, maar, ja. Hoeft dat dan niet uit voor gewichtsbesparing of maakt dat niet uit? Nee, maakt niet uit. Het is uiteindelijk ook weer een stukje veiligheid. We gebruiken het nooit, maar je kan mee zeggen, joh, kom nu de pitstraat binnen. Dus nou ja, pitlimiter. Daarmee kunnen we niet harder dan 50 met dit kampioenschap. Dus als je die indrukt, die speedlimiter? Ja, dat doen we voordat we de pitstraat ingaan. Precies op de lijn proberen we zo laat mogelijk te remmen. Knop indrukken, nou dan gaan we de juiste snelheid. Anders krijgen we straf plus een geldboete. Die zijn een stuk hoger dan de Nederlandse boetes. Dus, hoeveel kost zo'n boete als je niet aanhoudt? Toch wel gauw al kilometertjes, gauw al een paar honderd euro. Dus, per kilometer? Ja. Dus als je 51 zou rijden? Ja. Nou, al zeg maar als het 50,1, dan krijg je al gelijk een waarschuwing. Bij de tweede keer krijg je al gelijk een boete. Dus dat gaat best wel hard. Jezus man. Maar het is natuurlijk weer tijdwinst. Dus ja, ze zien het niet als iets tegen per se gevaar, maar tegen ja, illegaal. Ja, vals spelen. Nou, beter dat je zo'n limiter hebt, maat. Ja, dan nou, anders is het niet te managen. Dus als je wil lullen, druk je die knop in. Ja, met het team praten. Normaal gesproken hebben we ook drinken, maar dat hebben we nu niet. Alarmknoppen voor als er dingen in beeld verschijnen. En dan een hele hoop noodfuncties aan de rechterkant. Rembalans, dat we meer de remmen naar voren en naar achter kunnen zetten. Fire. Fuel reset, ja, brand, ja, het kan gebeuren. Dan gaat de motor uit als je die indrukt. Nee, dan gaan we allemaal even kijken waar ze zitten.
zitten in ieder geval ergens in de auto. Ik kan ze nu zo 1, 2, 3 niet zien. Zitten allemaal ja, tuutjes en er komt allemaal gewoon ja, dat brand... Schuim? Schuim uit, ja. Dus, heb je dat ooit wel eens moeten gebruiken? Nee, gelukkig niet. Ik denk dat dat wat engst is wat je kan meemaken. Een crash, ja, dat gebeurt, dat doet een paar dagen pijn. Maar brand, dan raak je wel even in paniek, denk ik. Maar jij hebt toch wel brandwerende kleding, ja, of ja, niet? Ja, je hebt ongeveer 17 seconden voordat het echt aan je lichaam gaat zitten. Maar dat is niet veel, dus als je paniek raakt... Dan, maar ja, nee, als ik net zie hoe moeilijk in zo'n hoek in zijn stoel kom, hoe moeilijk je er ook uitkomt, denk ja, ik. Nou ja, wij doen met de rijderswissel, zoals mijn teamgenoot erin zit. Die stapt uit, ik erin, gordels voor hem los, voor mij vast en deur dicht. Moet ongeveer binnen 20 seconden kunnen. Oké, okay, ja, je bent er ook op getraind, dat wel. Ja. En nog, oefenen. Wat is dan, nou, reverse is niet zo moeilijk. Ja, achteruit. Wat is dan fuel reset, wat houdt dat in? Fuel reset is gewoon als er een ding is met de brandstofpomp of dat soort dingen. Dan kus je dat. Ja, dan kunnen we een soort system override, dat we er overheen kunnen gaan. Het is hetzelfde met de clutch emergency als de koppeling, want wij hebben bijvoorbeeld... Niet zoals met een straatauto, een koppeling voor je voeten. Wij gebruiken eigenlijk een knopje om weg te rijden. Dus welk knopje is dat hier dan? Deze. We gebruiken flash, heel raar eigenlijk, maar we gebruiken deze om met de lichten te knipperen tijdens rijden, maar ook om weg te rijden. En achter op het stuur, net zoals in de Formule 1, hebben we een koppeling om naar de eerste versnelling toe te gaan, zeg maar. Ja, dus hier heb je alleen gas en rem? Ja, alleen gas en rem. Gewoon eigenlijk zoals een automaat. Is, alleen is dit dan je koppeling? Ja, een koppeling op het stuur. Dus, fucking vet, maat, deze informatie. Top. Ja. Op de meeste Lambo's zijn die V10 kappen zijn goud, maar hier op het circuit zijn ze allemaal zwart. Dat is wel een leuk verschil. Niet de Audi logo's filmen. Nee, ja. Jongens, ik heb chaotische Don in het wild gespot met het petje op. Kijk even, we zitten hier in een hele chique Lamborghini VIP lounge. En Don denkt, ja, maar dan moet nog gewoon wel geëdit worden. Ja. Dus lekker zijn laptop hier op een placement. Geen headsetje op. Iedereen mag meegenieten hoe hij zit te editen. Goed, het is toch fantastisch. Alles voor de vlog, jongens. Ja. Moet gewoon 5 uur online, maar anders niks. Als we die kant hebben gehaald. Zoals we hier zitten, dit gaan is, we door. Dit is dus chaotische Don in optima forma. Ik ga er even voor staan. Zo zit hij dan. Help. En het is hard, hè, dat geluid. Ik merk nu pas hoe hard het geluid is. Het is heel hard. Ja. Galmt, hè. Ja, nou ja, hè. Je hoort maar. En dan zitten we hier echt in een chique de Friemel tent, hè? Als we mij moeten geloven, niemand gaat mij geloven hier dat ik een Lambo heb. Jij bent inderdaad zo verdwaald, ik Jof, lijk wel weet je wel. Een soort fanboy die nu een soort aftermovie van het circuit zit te editen of zo, weet je wel. Je hebt een Lamborghini, poepen de papi. Lamborghini. Oh, echt chaotisch Don. Blijf alsjeblieft de rest van je leven chaotisch Don. Muisje erbij, kijk even zo. Wat vind je daar zo leuk aan dan? Ja, ik geniet er gewoon van. Volg mij nou maar lekker genieten. Ben je nou maar editen. Kijk eens, hier, mijn B-vliegtuigshot. Prachtige nieuwe liefdefoto van Roy en ik op Instagram. Geef zeker even een likeje. Dankjewel, jongens. Tantoe dik deze rap. In het roze. Ha! Dat vind ik dik, hè? Zo, die ruit zit helemaal onder de steenslag. Kijk, kan ik inzoomen met de slushpuppy in mijn hand? Ja. Moeite. Helemaal een steenslag, joh. Ik ga het helemaal verkeerd uitspreken, maar op alle ramen van al die cup-auto's staat Roger Dubuis. Roger Dubuis? Ik weet het niet. Kijk, we zien het staan. Het is een fucking duur horlogemerk. Met echt horloges van 80k en zo. Die sponsoren dit dus allemaal. Horloges, hè? Dat is iets wat ik nooit ga begrijpen, dat zoveel geld kan kosten. Een mooi uurwerk, ja. Dat je een paar duizend euro kan begrijpen, maar... Ik snap het niet, zitten vast goede marges op. Doen ze goed. Waarschijnlijk weet ik er gewoon veel te weinig van, joh. Nou, dit is even een partij dik. Van de Horst team. Team van de Horst heeft gewoon geregeld even een rondje mogen rijden met Oeroesen. Wel buiten het circuit, dus we rijden naar buiten. Super in, we mogen even met Oeroes op pad. Knijters dik, hè. Lamborghini Urus. Een van de snelste SUV's ter wereld ook. Wat vind je van het interieur? Oké, we can drive. He says to us. Meer dan 600 pk ook. Meer dan 600 pk. Zet hem lekker in sport. Een beetje reffen. Rijdt dan toe lekker, maat. Oh. Maar het is wel, het rijdt totaal anders dan de sportauto's van Lambo. Dat is ook logisch natuurlijk. Het is een heel andere vorm van autorijden. Ja. Oké, wij rijden dus achter twee Urus aan. Volgen we een kleine route hier zo om het circuit heen. Door de dorpjes en zo. We mogen gewoon even... Maat, er staan hier auto's die ze meegeven. Ook al die STO's die je ziet staan. Van een bikini. Yes. Deze auto klopt helemaal naar mijn mening. Alleen één ding niet te uitlaten is niet hard genoeg. Voor de rest bij alle Lambo's zijn altijd standaard af. Helemaal top.
enige merk in mijn, van mijn, ik krijg bijna een beroerte van dit, geen grap. Dus het raam gaat even dicht, airco vol. Het is de enige Lambo in een hele assortiment, alle tijden, die slecht klinkt van fabriek af. Klinkt alsnog redelijk goed, maar een Performant, een Aventador, die klinken zo luid. Of de wat oudere modellen, klinken allemaal zo fucking luid, ouwe. Maar deze hebben ze ook wat meer gemaakt op comfort. Dus, en het is ook een turboblok, vergeleken met de andere blokken, dus... Nee, ook rijdt fantastisch. Dus je kan je makkelijk elke dag lekker in rijden, pik. Interieurtje hoor. Kijk hem zitten. Oh. Holy shit. Je hoort hem net op. Zo, het is snel, hè? Ja, het is echt niet normaal gewoon. Dus zeg je wel eerlijk? En de RS6 en een Lambo. Zou je hier wel voor in kunnen ruilen? Ja. Ja, man. Ja, weet je wat het is? Dan heb je alles. En dan heb je één auto, maar dan heb je alles. Dan heb je Lambo DNA met heel veel Audi DNA. En als je een andere uitlaat eronder gooit, je streeppijp zo'n ding, dat klinkt waanzinnig. Ja. Maar ja, dan gaat niks boven een echte Lambo, zo'n... Flitspaal 50 km per uur. We hebben ons leven net moeten wegtekenen of we dan wel pad gingen. Ja, ik ben nog het meest aan het genieten van die airco. Ja, ik ook. Geen grap, ik voelde me slecht net voordat we die auto in gingen uit. Ja, het is gewoon... zo warm. Even kijken, hoe warm is het buiten? 34 graden. Hij zegt 55,5 graden, maar deze heb ik net in de auto in de zon gestaan. Dus ja. Maar het is ver boven de 30 graden, dat doe ik wel. Want hij klopt toch helemaal, maar als je hem dan hoort... Dan mis je alleen nog dat extreme geluid. Het is gewoon echt een Lambo. Ja, je mist inderdaad echt het extreme geweld. Ja, dat maakt het bij Lambo altijd zo heftig dat je al instapt en denk je zoals dit ook. Het ziet er allemaal heel agressief uit, heel vet. Ja. En carbon en kijk, deze is nog redelijk kaal qua opties. Je kan allemaal carbon doen dit, hè. Ja. Dus dat Enzo heeft dat volgens mij. Dan stap je in en is dat helemaal extreem. En dan bij andere Lambo's zijn die motor start. Denk je ook van, ja, dat is niet normaal. Geluid, de beleving, de snelheid. Hier heb je alles behalve het geluid. En daarom is dit... Ja, het enige minpuntje van de hele auto, naar mijn mening. En ik vind de versnellingsbak traag vergeleken met mijn Lambo. Ja, maar jij bent Performant, hè? Ja, maar daarom. Het is wel Lambo. Ja. Ik ga het niet vergelijken met een ander soort auto, maar Lambo kan je vergelijken met Lambo. Ja, dat wel. Maar ja, wat zie je nou? Ja, we mogen echt eigenlijk niet klaar, inderdaad. Nee, tuurlijk niet. Nee, maar als je kritische ogen hebt, dan is het toch wel een trage versnellingsbak. Klik en daarna gaat hij pas. Bij mijn Lambo, als ik hem aanraak, gaat hij al echt, weet je. Ja. Hier, merkt hij dat? Ja. Heerlijk door die Italiaanse weggetjes. Roy gaat zeggen dat hij hem wil kopen, dan kunnen we een wedje opleggen. Ja. Deze moet ik hebben. Want toen die koest, toen ik hem voor het eerst zag, he, toen was ik zo verliefd. Net als op dit uitzicht, he. Wat een mooi uitzicht, man. Ja, tering, hè. Het was mijn droomauto toen hij uitkwam, maar uiteindelijk dacht ik van ja, toch is het hem niet. Wat een gaaf uitzicht ook. Mooi. Ja, dit is echt gewoon niet normaal, hè? Ja, dat is fucking mooi dit. Ja, top te zien. En hij pakt die drempels hier zo. Easy. Alsof het niks is. Hoppa. Ja. Nou, dan zijn we weer terug bij het circuit. Ja. Klein rondje gewoon. Mogen rijden een auto van meer dan 3 ton? Nee, dat is nooit erg, oké. Oh. Ja, ik vond het fucking dik. Nou, Roy gaat zeggen dat hij hem gaat kopen, hoor. Ben ik heel benieuwd naar. Hey, Okki. Als je ook nog een beetje een ervaring wilt, ik reed. Als jij nou even reft. Ja, dat wil ik wel doen, ja. Ja, dat kan jij wel doen. Laat die tas maar even liggen, joh. Laat maar liggen. Komt zo wel. Ik zet even mijn spulletjes op de ruimte, mijn GoPro zo. Ja, staat nu een Corsa, hoor. Klinkt best lekker. Hij staat in park, ja. Maar hij is ook zwaar akoestiek aangepakt. Lekker hoor. In Corsa, yes. Very nice. Klinkt wel goed. Maar ja, als je binnenin zit, hij is natuurlijk ook gemaakt om comfort te rijden. Dus dan hoor je helemaal niks. Het is helemaal akoestiek aangepakt en zo. Maar als dit klinkt, ja. Een Capristootje of IPA zou hem niet misdoen hoor. Zou hem niet misdoen. Hé, hey, Okke, je bent gewoon aan het werk, hè? Besef je dat trouwens? Het is toch niet. Het is toch een werkdag voor Okke. Achterkant is ook dik. Je kan dus bij Urus kiezen voor 2-sits achterin of 3-sits. 2-sits krijg je de luxe met alle bekerhouders, schermpjes, soda schermpjes kun je ook met 3 krijgen. Maar dan heb je ook
Heel veel laadruimte en zo. Dus net even wat luxer. En skiluik. Heeft deze skiluik? Ja, dit is een skiluik. Gaaf. Ik zou dit interieur niet kiezen, maar dat noem je weer een luxe probleem. Roy, wordt het je nieuwe auto? Nee. Nee? Vond je hem niet zo leuk? Ik vind het fantastisch. Alleen ik ben blij met de auto's die ik nu heb. Kijk, zo, dat is ook een keer goed, hè? Zo is het. Je hoeft niet elke maand te switchen. Het is een keer goed. Maar neem niet weg dat die Urus fenomenaal is. Hij is goed, hè? Jopie? Zeker wel een daily drive zou kunnen alles zijn. Alles zit in die auto. Hij heeft ruimte, hij heeft snelheid, hij heeft alles. Stop, hè? Ja. En eindelijk een auto die perfect is voor Roy's brede rug, dat wel. Ja, zo had je ook die koude stoelen shit aangezet. Ja, man. En mijn zwaan is gewoon compleet leeggeblazen. Oh, we lopen helemaal verkeerd. Jij zegt, hier is een vreetal ook. Nee, dat is één afslag verderop. We hebben allemaal een natte hol, maar dat kan ook niet anders met dit weer. Maar je hebt van die airco stoelen. Helemaal top, joh. Lekker. Even kijken, kan je het zien? Nee, ik kan niet zien. Maar het zit er wel, hoor, eronder. Oké, Gerard die gaat zo het circuit op. Gaan we op de tribune zitten. Maar in deze wagen komen ze aan. Kijk, we zitten hier even uit te rusten. En dan komen we hier zo aan. Hier zit alles in. Alles. Kijk eens even. Dit is hem, hè? Ja, stop, hè? Dit is het leefgedeelte. Ja. Ik denk dat je het filmen. Ik ga het even opnemen. Ja, dit is het chillgedeelte, ook, hè? Het lijkt net of je in een caravan zit, gek. Ja. Die vrachtwagens pleuren zo. Mag ik ook dat achterste gedeelte zien? Waar de auto's en zo in zitten? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat je ook niet beseft goed hoe groot zo'n vrachtwagen is. Het is echt veel groter dan een normale vrachtwagen. Kijk, het gaat in verdiepingen, toch? Ja, dus hierboven ook. Hey, kunnen gaan allemaal auto's. En hier beneden zijn alle spullen. Hoeveel auto's passen er boven? Twee, drie? Twee. Twee. Twee auto's boven en eigenlijk twee auto's beneden, maar ja, wij laten alles op met materiaal. Ja, en de banden gaan erin mee en het gereedschap en... Banden, gereedschap, de vloer die we daar hebben, die klikvloer. Ja. Dat is speciaal gemonteerd voor de races, dus ja. Is dat een speciale racevloer, ja? Speciale racevloer, ja. Zodat jullie kunnen knutselen en voor de auto. Ja, en al het vuil valt erdoor, want je ziet het zijn allemaal, het is open, je ziet gewoon de tarmac erdoor. Oh, dat is eigenlijk tactisch. Erdoor. Ja, dat is echt praktisch. Tactisch en praktisch. Tactisch, praktisch. Gaaf, hè? Ja. Want hoe kan je dit vergelijken met een normale vrachtwagen? Want het is echt veel groter. Het is veel groter en veel duurder. Ja, vooral dat tweede. Blijkbaar is deze truck is zo zeldzaam dat die vloer die je dus kan verstellen, dubbele vloer en zo, dat al die andere gasten van deze, ja, van deze paddock komen allemaal kijken als de klep open gaat. Zo zeldzaam is die. Plus, Scania V8 trekt dit ding. Ik weet veel te weinig van vrachtwagens, maar ik heb vernomen net van die gasten dat dit wel een pareltje is tussen de vrachtwagens, een Scania V8. Maar hij zegt er niks van, dus zal wel. Kijk, er zit ergens een Porsche bij met schade. Ja, die, ja. Hij is iets geraakt onderweg, tot daar of zo. Hoor hoe luid deze Audi R8 is. Twee naast elkaar. Dit is de Leipzig die meerijdt. Brabam. Die klinkt waanzinnig. Roy. Wat was dat? Wat? Dat was dat geluid. Het stoel Waarom stinkt die stoel? Waarom stinkt die stoel zo? Ja, dat weet ik niet. Misschien een beetje roest dat nog vrijkomt. Ja. Dat ik echt naar aan de zweet die scheet. Ja? Jezus. Nooit meer gaat iemand op die stoel zitten, gek. Ik wil altijd beter dan een stoel slopen. Ja! Godverdomme. Nou, we hebben even wat random races gekeken. Nu krijgen we dus de GT3 Cup. Ergens hier tussen staat Gerard. De profs zijn voorop. En hij begint pas ergens op P20 of zo. Hij heeft zich wel heel goed gekwalificeerd. Dus hij begint bij de amateurs. Wel vooraan. Maar de profs gaan voorop en dan
Hij gaat gelijk ergens achter de profs, maar we gaan eens even horen, we gaan even luisteren, want dit wordt walgelijk, dat geluid. Oh, ik zie beweging. Let's go. Oehoes. Waar is dat raad aan doen, ja? Hij moet je eerst uitrijden natuurlijk. Hey Roy, geen scheten laten nou, ik wil nou kijken. Die wordt vandaag. Dat is natuurlijk een opwarmrondje. Nu is voor het echt. Heb je ook die oor, bro? Gas erop, gas erop. Daar komen ze. Wajo! Die is niet zo leuk. Kijk, komen ze hoor. Wat een gepof en geknal. En hoe heeft Gerard het gedaan? Hoeveel is hij geworden, Dan? 24ste. In zijn klas. Wel gewonnen in zijn klas. Heeft hij eerst geworden? Ja, we hebben iets op de vieren. Dat is klasse. Kijk, je hebt hier dus ook een podium. En als het goed is, gaan we nu Gerard op nummer 1 te komen zien staan. Sommige racen samen, die wisselen om hier in de pitlane. Maar Gerard race alleen. Dus die komt als het goed is nu op 1. Kijk, daar komt nummer 3. Nummer 2. Dat komt onze Bram als Gerard zo meteen, jongen. Ik ga op nummer 2 staan. Gerard van der Horsta. Hey. Staat hij gewoon hoor. Wat een baas. Van de samenwinning brandt uit zijn bloed. Ons vaderland gedraaid. Die is toch goud, hé. Staat hij gewoon nummer 1 in zijn segment. Ja, is goed ook. Want wij mogen nog het circuit op. Met de STO's die komen rijden. Nog even voordat het donker wordt. Ah, het is wel warm, ja. Doe je handen omhoog of ik schiet. Hey. Erbij, Pizero Pirelli. Eerste super dik. Helemaal volle bak in en leren. Dat is niet normaal, man. Hoe erg is het? Even één keer goed. Hoe erg is het? Ja, het is gewoon echt zieke pissen, man. Echt heel ziek. Van de uitdroging, hoor dan. Van de uitdroging heb ik er maar één keer geplast vandaag. Het is nu 10 uur 's avonds geweest. Of maar half elf al. Roy heeft nu pas voor het eerst gepist. Ja. Krijg ik nu al een vleugje volgens mij. Dit is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Maar ik durf niet eens.
Ik ruik het al, ik durf niet eens dichterbij. Ik had er ooit beloofd dat ik zou ruiken. Ik vraag me niet waarom. Je wordt er ontoepasselijk van. Wij ruiken altijd uit elkaars lichaam scheuren. Ja. Maar ik weet niet waarom dat is. Weet je of het nou uit mijn haars komt of... Alleen je zaad niet? Dat nee, ik echt niet. Oh, wat een luchtmaat. Erg, hè? Oeh, ja, maar nu is het een vleugje van jezelf ook, hè? Oh, maat. Het ruikt wel. Ammoniak. Pure ammoniak. Is erg, hè? Ja. Oh, het is echt wel heel sterk die lucht. Oké, zal ik één goede snif nemen? Ja, is goed. Okay. Oh, mijn god. Maat. Het is inkzweep. Jezus, je moet dat ding echt wassen, maat. Dit is echt toxic. Het is nog erger dan mijn relatie, zo toxic dat is. Zo, maat, kijk dan. Ik heb zo erg gezweet dat mijn ticket gewoon onherkenbaar is geworden. Lijkt me heel glieven. What the fuck? Dat kan ik zo in een fucking... Hoe erg zal die van mij dan wel niet zijn? In Egypte, als ik dit ophang, zet in dat hieroglyphen gek. Die van mij, kijk, die van mij ziet er ook raar uit, hè? Maar die van jou is niet met tekst. Nee, want die van jou zat binnenste buiten. Die van mij is het gewoon goed opge... Hij is helemaal vochtig, heet dat ding. Oh, nou, voor mij valt het mee. Alles staat er nog netjes op. Oké, dames en heren, dat is dan. Morgen gaan we weer op pad in Italië en met de privéjet. Dus wees er morgen om 5:00 bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is appeldennen gaan niet verkleuren na een pittige stoeipartij.